En daar is hij weer. Welkom bij een nieuwe video. Het is een tijdje geleden. Waarom vertel ik later wel allemaal. Dat is nu een prioriteit. Ik zit al een nachtje. Een hengeltje ging net af. Deze kleine rakker. En dit is nummer 2 van mij. Die andere was nog kleiner. Maar wel een spiegeltje. Ik ga deze terugzetten. En dan ga ik jullie laten zien. Met hoe, wat, waar. De vissen. Ik sta samen met Roy. Roy heeft één losser gehad, helaas. Maar ja, we hebben nog een nacht, dus het komt wel goed. Ik zie jullie zo. Dit is een systeem waarmee ik vis. Gewoon een 2-3 ounce loodje, loodklippie. Fluorocarbon D-rig. Dus 40-honderdste fluorocarbon. Sinkertje. Curve shank haakje 6. 10 mm pip-upje. Echt een mini-micro visserij. En dan prik ik gewoon een PVA zakje met wat bloedwormpelletjes. En dat gaat in de voerboot. Even kijken hoor. En die gaan we met een voerbootje uitvaren. De reden waarom ik zo'n mini vis is dat ik aan de overkant steeds kleine karpertjes springen op heel diep water. Op 60 centimeter tot een meter. En ja, die probeer ik er nu een beetje uit hun hoekje weg te plukken. En ja, ik deed dat vanochtend en 3 kwartier later had ik die eerste. Dus ja, ik ga hem opnieuw uitvaren en zie je later wel. En de volgende, klein schupje. Zelfde hengel, zelfde stek. Roy en ik vissen run om run. En ja, ik denk dat we nu een, wat zijn we nu verder? Een half uur, 3 kwartier. Kleine visjes, maar de kans op een knappe is er hier. En daarvoor zijn we hier. En we zien het allemaal wel. Deze gaat terug. En dan tot straks. We hebben er weer een. Een hele drukke, sterke wilde vis. Blijf maar spartelen vechten. Ook van het ondiepe plekje. Het is een paar uur stil geweest. Op een ander plekje waar visjes ging springen en daar gevist, maar ook niks. Ja, voor de rest varen heel veel voerboten. Ik zie er continu maar een paar varen. Dat ze allemaal doen, zijn dat niet. Dus ja, we hebben nu 4 visjes. En ja, dit is de grootste. Het is nog geen reus. Maar goed, ik ga hem lekker terugzetten, want daar hebben we geen zin in. En dan zie ik hem zo. Zo, visjes weer terug. Hengeltje gaat weer richting de overkant, zoals je ziet. Hij vaart nu regelrecht naar een rietpolletje en daar vlak voor leg ik hem. Dat is rond een meter diep, 90, 80 meter ongeveer. Daar pak ik steeds dat vis. Hetzelfde rig weer, een 10 mm pup-upje op een 4-carbon D-richtje. En ja, dat werkt gewoon prima, pelletjes eraan. En wat ik er nu al ben. Dan gaat eerst het linkerklepje los, er zijn een paar partikeltjes. En dan een paar seconden later het rechterklepje. En dan is mijn lood. En dan een klein voerplekje. Dan draai ik mijn boot om en die zet ik richting ons. En dan kan ik ondertussen mijn hengeltje even klaarmaken. Partikelmix van Roy. Zoals je kan zien, tijgernootjes, rode mais, papinda's, boekweit en hennep. En door die boekweit en tijgernoten, ja, dat slijpt natuurlijk als een malle. Prima aasje. Ziet er ook super carpy uit. En, dit ziet er nog veel carpy-achtiger uit. Ja, als ik hem gefocust krijg. Zo, check die boys. Het zijn mix. En dreambaits. Dit is echt. Ja, is een beetje elke bolie uit een assortiment.
We hadden meer van alles wat kilo's en dat hebben we gemengd, gesookt en ja, kijk hoe het eruit ziet. En het vangt ook nog vis. Dus prima aas. En ja. Als dit het niet doet, doet het anders het ook niet. Dat lijkt mij zo. Ja, en voor de rust is het vrij rustig. Er beweegt te weinig. Dus ja, ik had wat meer springende vis gehoopt. En, maar goed, dat is niet zo. We hebben tenminste vis en ja, daar zitten er een paar en daar en daar. En, ik weet niet wat hun gevangen hebben. We zien wel heel veel voerboten varen, eigenlijk continu. Dus ja. Maar goed, we hebben nog een nachtje. En er komt vast nog wel wat uit. Hengeltje ligt weer in, andere ligt tegen het kantje daar. Die gaat straks weer wat dieper. Roy ligt tegen een paar kleibulten. En afwachten, de luchtdruk is veel te hoog eigenlijk. Het is echt super hard gestegen vanaf gisteren. En ja, dat is in principe theoretisch gezien heel slecht. En in de praktijk is het ook wat minder. Dus ik zie je straks. Joe. En de volgende, nou, niet zo groot schip. Hetzelfde als die zoiets wat we net hadden. Hetzelfde hengel weer. 10 mm pip-pipje. Pelletjes erbij. Op een ondiep water, een stukje water. En dan blijkbaar zit heel veel vis. Dus het zit lekker op. Dus ik verwacht voor vannacht dat er nog een paar bij komen. Maar sowieso misschien vanavond nog wel. Ik ga hem terugzetten. Daar. En dan ja, zie ik je later. Oh, dit is betere koek. 31 pot spiegel. Bijna licht, dus we bewaren hem heel eventjes. En dan gaan we zo een paar coole foto's maken. Tot zo. Ja, nou, goedemorgen. De nacht was vrij rustig. Ik had een, ja, echt een mini-schub. Ik denk gewoon 40 centimeter en misschien 1 kilo. En ja, toen vanochtend vroeg ineens Roy's hengel bij een zandbeeldje. Zat hij vast. Ik dacht, ja, weet je, dat leggen we even neer. En het beste geval gaat hij los. En dat ging hij ook ineens. Dat gebeurt niet vaak, maar soms heb je gewoon de kans dat je je lijn slap legt. Dat die vis zelf weer loskomt. En ja, dat was gewoon die dikke spiegel. 15,6 kilo. Dus net over de 31 pond. Op een D-riggie. Op een D-rig met een puppy. Een beetje bijgeknipt, dat hij blijft staan op de haak. En ja, dat zijn de vissen natuurlijk. Dus al met al hebben we er nu 6, 7. 6 of 7. En ja, 1 dikke buffel natuurlijk. En ja, voor de rest is het echt uren stil. Het is wel heel mooi nu. Het is ja, soms opgang, hè. En ik verwacht nog wel wat visjes straks in het ondiepen misschien. Als het zonnetje opkomt. En anders gaan we loop vanochtend lekker naar huis. Dus nou, bedenken waar we de volgende keer gaan vissen. Dus ik zie jullie straks. Joe. Nou, het is nu 11 uur en het is helemaal niks meer aan brazen net nog. Maar voor de rest is het dood en we gaan lekker opruimen. De spulletjes liggen altijd drogen. Dit keer gaat alles lekker droog mee naar huis, dus dat is wel fijn. En dan gaan we, ja, dan ga ik proberen volgende week weer een video te maken. Ik moet nog even bedenken hoe wat waar, maar dat, sorry. Maar dat komt wel goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en tot de volgende keer. Joe!